Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. Vandaag ben ik hier terug opnieuw met het Redstone handboekje. Vandaag ben ik hier met de kippenboerderij. Ja, de kippenboerderij. En wat houdt dus de kippenboerderij in? Dat is namelijk dit. Dus je gooit hier je kippetjes neer. Hier zo in deze ding. Zie ik hier je kippen. Deze gaan eitjes. Ja, voor eitjes zorgen. Deze eitjes worden gedropt of gegooid in deze ketel. En dan kun je hier door middel van water of door middel van lava de kippen verbranden of laten verdrinken. En dan krijg je rauwe kip of wel gebraden kip. Dit is dus hetgeen wat je ervoor nodig hebt, namelijk 3 wol, 1 kist, 2 rood gebeitselde klei, 2 paars of lichtblauw gebeitselde klei, 2 trechters, 1 redstone comparator, 3 dispensers, 2 knopjes, 1 stukje redstone stof, 1 stenen plaat, 4 glas, 2 ketels, 1 emmer lava, 1 emmer water en kippen eieren, oftewel spawn kippen. Dus we gaan eventjes al deze spullen pakken. Hoppakee. Kijk, ze zijn er altijd handig. Dus waarmee we gaan beginnen is dit uitleg. Nu, voordat ik ga beginnen met al de rest van uitleg te geven, is dit is dus extra uitleg van moeilijkheid 1. Dus de kippenboerderij is, ja, moeilijkheid 1. Eigenlijk niet. Moeilijkheid 1, kippenboerderij. Dus de ketel met de kippen moet 1 hoger geplaatst worden dan in het boekje. Zoals ik hier heb gedaan. In het boekje is deze namelijk eentje lager. En dan werkt eigenlijk het hele systeem niet op door de snelheid, denk ik, van Minecraft. Waar we mee beginnen is, dat is namelijk door een kist neer te zetten, met daar een trechter naartoe, met daar een ketel op. En dit is eigenlijk het begin. Oké. Wat we dan doen is daar 2 vandaan, 1 omhoog. Dus hier redstone opzetten, dan hier weer terug omhoog. Hier een dispenser richting deze ketel, of hoe noemt het? Ja, ketel. En dan gaan we hier een redstone comparator zetten. Met dan boven deze dispenser 2 trechters. Trechters. Met daar nog een ketel bovenop. Nee, dat is dus het eerste gedoe wat je doet. Wat je dan als volgt doet, is de rest eventjes van dus. Oké, wat je als volgt doet, ga je hier aan deze kant dus het paarse zetten. Dus hier een paarse en aan deze kant het rode. De paarse zorgt is eigenlijk dus voor het water en de rode is dus voor het lava. Dus dat is dit hem. En als volgt gaan we hier dan nog een blokje hier zetten. Daar zetten. En een rood blokje hier zetten met daar een knopje op en daar een knopje. Voordat we de lava en het water gaan doen, gaan we eerst al de rest doen. Dus we zetten hier glas. Voor het een beetje te bedekken. Hier glas bovenop. Hier glas bovenop. En dan heb je eigenlijk al het grootste deel. Wat je dan als volgt doet, is je neemt de stenen plaat. En je gaat hier 2 blokjes bovenop doen. Onderste blokje haal je weg. Op de onderste blok zet je de stenen plaat. En die blok verwijder je dan. En dit is het dan. En wat je dan als volgt doet, is hier de kippen in plaatsen. Dus we gaan eventjes alle kippen spawnen. Eén ding wat ik heb opgevallen is, ik ga hier nu eventjes eikjes in doen. En dan ga je zien dat hier onderaan dus het wordt geschakeld. Dus ik ga hier nu eventjes een paar kippen in doen. Kijk eens aan. Nu, wat ik dan nog heb opgevallen is, dit stuk kun je dus gebruiken als uitgangssignaal. Dus hier komt nog een klein signaal wat je kunt gebruiken voor een klok, voor bijvoorbeeld eitjes te tellen ofzo. Dit gaat dus, hier gaan de eikjes door, die worden uitgespuwd. Dan gaan we hier in het blauwe vak water zetten. En in het rode vak de lava. Oké. Eenmaal dat klaar is, is eigenlijk je hele systeem klaar. Nu, in het boek staat dat het normaal gezien moet werken. Op een of andere reden, als je hier... Hier zitten de kippen. Als je hier op lava doet... Ja. Kippen gaan niet dood. Omdat dat niet door die ketel gaat. Of je doet hier water, ja, kippen gaan dus gewoon niet dood. Het werkt op een of andere manier niet. Ik heb gewoon allemaal in het boekje zitten te kijken. Ik heb gewoon het boekje helemaal nagedaan. En nu ja, eenmaal dat we dat hebben gehad, zijn we klaar met het machine. Zo, dit was dus de kippenboerderij. En zoals op het einde van de video, eventjes rustig wat vuurwerk. Zo, ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje mochten doen. En dan zie ik jullie wel in het volgende Redstone handboek videootje. Tot de volgende keer. Doei!